Ook namens mezelf een goede morgen, beste ondernemers. U heeft al een hele boterham gekregen en normaal ook wanneer we vanuit Horeca Vlaanderen infosessies gaan geven zonder dat de FOD Financiën daarbij aanwezig kan zijn, dan hebben we het meestal over drie belangrijke onderwerpen, namelijk wat is die geregistreerde kassa met Blackbox? Wel, dat eerste deel, dus de slides die je op je stoel vindt, dat kunnen we uiteraard overslaan. Dus we gaan ineens naar pagina 3 daar. Dus dat is weer een slok op de borrel, want het begint warm te worden in de zaal natuurlijk. Wat ga ik wel nog proberen met u te overlopen? Wel, waarom is dit nu zo belangrijk? Waarom is er zoveel heisa over de invoering van die blackbox in onze sector? En is dit effectief een probleem? En als dat een probleem is, wat gaan we daar aan doen? Of wat kunnen we daaraan doen? Wat doet de overheid daar eventueel aan? Dat wil ik nog even kort proberen met u te overlopen. Het eerste stuk gaat dus over wat is nu de impact van de invoering van die kassa op de onderneming. Nu, het eerste wat we als Horeca Vlaanderen moeten meegeven is, en dat zeggen we ondertussen denk ik voor diegenen die in de loop van het jaar al andere infosessies hebben gevolgd, die hebben dat al meerdere keren gehoord. Wat we altijd blijven zeggen is, de invoering van deze kassa is onherroepelijk en onvermijdelijk. En wat betekent dat? Wat willen we daarmee zeggen? Wel, ten eerste, ze is onherroepelijk. In de loop van dit jaar hebben we al bijzonder veel reacties van ondernemers gekregen die zeggen van Horeca Vlaanderen, je moet dat tegenhouden. Dat gaat niet, dat is onmogelijk, stop dat. Dat kunnen wij niet aan. Wel, wanneer uiteraard onze ondernemingsraad of onze raad van bestuur zou zeggen van inderdaad, we gaan die tegenhouden, wij gaan ons daartegen verzetten, wij gooien ons voor de trein, wel, dan zal ik u moeten zeggen dat de kassa toch zal komen. Wat we er ook nog zouden willen tegen doen, de komst van de kassa is onherroepelijk. En u ziet ook, we hadden zelfs een zaal hiernaast voorzien voor de vele inschrijvingen die vandaag hier in Oostende opgetekend waren. We gingen met 180 mensen zijn. Ik denk dat er daar vlotjes een zestigtal niet van zijn opgedaagd. En het excuus dat we altijd opnieuw horen is van ja, maar we hebben gehoord dat wordt uitgesteld. Het is niet meer nodig. Dom. Ik heb er geen andere woorden voor. Dom. Het is niet omdat de kassa is uitgesteld dat ze niet meer komt. En ze komt. En we hebben er net ook meneer De Lodder gehoord van de FOD Financiën. Ook dezelfde signalen die wij krijgen uit de diverse kabinetten. Er is geen weg terug meer, dat wou ik zeggen. Met andere woorden, de kassa komt, ze is onherroepelijk. Ze stond in het vorige regeerakkoord, ze staat in het huidige regeerakkoord. De regering heeft er al verschillende beslissingen rond genomen. De kassaproducenten zijn aan het produceren geslagen. Met andere woorden, de kassa komt. Dat is het eerste wat we heel duidelijk willen proberen mee te geven. En het tweede is, en als die kassa komt, en als u die kassa heeft geïntroduceerd in uw onderneming, dan is ze niet alleen onherroepelijk, dan is ze ook onvermijdelijk. En daarmee willen we zeggen dat het omzeilen van die kassa eigenlijk haast onmogelijk is. Perfectie is niet van deze wereld, maar zo goed als onmogelijk. En in de loop van dit jaar hebben we uiteraard heel veel voorbeelden gehoord van mensen die zeggen van het zal zo'n vaart wel niet lopen. Wel, op de meeste van die opmerkingen, of om niet te zeggen op alle van die opmerkingen, hebben we ook een antwoord. Of vrezen we dat we een antwoord moeten geven, ik zal het zo zeggen. Ik geef er u een aantal mee. Een eerste dat we heel vaak horen is van ja, maar ja, we gaan niet tikken. Hè. Alles wat je tikt, wordt geregistreerd. Als je niet tikt, niet geregistreerd. Ik kan u zeggen dat is inderdaad nog de meest eenvoudige manier om het systeem te omzeilen, maar er is een grote maar aan. De eerste maar is natuurlijk dat als u met personeel werkt, dat het niet alleen zo zal zijn dat u misschien probeert de fiscus te omzeilen, maar dat dat personeel misschien ook wel probeert om u te omzeilen. Als er niks geregistreerd moet worden, als er niks getikt moet worden. Maar er is nog een tweede iets dat het haast onmogelijk maakt om niet te tikken. Namelijk, op dit moment tikt u en heeft u een rekening en heeft u een BTW-briefje. En inderdaad, er zullen heel wat mensen zijn die er niet om malen om uw restaurant te verlaten zonder BTW-briefje. Maar in de toekomst wordt het kasticket het BTW-briefje. Met andere woorden, van zodra iemand een rekening vraagt, krijgt hij eigenlijk ook tegelijkertijd een BTW-ticket. Met andere woorden, wanneer u niet zou willen tikken, wanneer u dat wil omzeilen, dan zal u de mensen naar huis moeten sturen zonder rekening.
Wel, ik heb al veel mensen het restaurant weten verlaten zonder BTW-ticket. Ik heb er nog weinigen een restaurant weten verlaten zonder een opgesplitste rekening te hebben gekregen. Ah, denken we dan verder? Je kan dat wel oplossen. We gaan twee kassa's gebruiken. Een officiële kassa en een iets minder officiële kassa. En de ene keer tikken we op de ene kant en de andere keer tikken we aan de andere kant. En dan kunnen wij ons personeel goed opvolgen en hebben de mensen in het restaurant altijd een kasticket. Maar ook daar weer een probleem. Ten eerste, het kasticket dat uit de minder officiële kassa komt, ziet er anders uit, heeft niet het officiële stempel dat het officiële ticket zal hebben. Dus ook daar weer gaat iedereen die in uw restaurant zit zien wat u daar aan het doen bent. Maar er is nog een tweede probleem, want die tweede kassa moet ook ergens staan. Als er een controleur komt en die maakt zich niet onmiddellijk bekend, die gaat eerst een koffie drinken en die gaat eens kijken wat er allemaal gebeurt en die ziet dat er dan weer op de ene en dan weer op de andere kassa wordt getikt, of die gaat achteraf eens kijken in de keuken hoeveel printertjes er aangesloten zijn en gaan ze maar verder, dan valt u onmiddellijk door de mand. En een laatste die we heel vaak horen vernoemen is... het is informatica. Het is een computer. En met een computer, daar kun je van alles mee doen. Daar kun je software op zetten, daar kun je mee spelen. Met andere woorden, we gaan daar iets binnenin die kassa kunnen doen. En ik moet u zeggen dat tot ongeveer de helft van het jaar dat dit ook verhalen waren die we heel vaak hoorden vanuit kassaleveranciers. Dat we bij ons op de federatie hoorden zeggen van ja, maar mijn kassaleverancier heeft gezegd dat dat wel zal kunnen. Wel, die verhalen horen we niet meer van de kassaleveranciers. Want die kassaleveranciers weten ondertussen hoe het hele systeem in elkaar zit. En een van die belangrijke elementen is dat een kassa slechts geregistreerd zal kunnen worden, erkend zal kunnen worden, wanneer duidelijk is dat er geen enkele vreemde software op die kassa geplaatst kan worden. Dus zodra dat kan, zal ze niet geregistreerd worden, zal ze niet erkend worden. En stel nu dat er toch nog een producent is die zegt van ik heb dat type laten registreren, maar ik ga een ander type gebruiken waar je nog wel een tweede lijn software zou kunnen gaan naastzetten. Wel, als dat wordt vastgesteld, als de controlediensten vaststellen dat dit soort van kassa door die producent geleverd is, zal die niet alleen een astronomische boete moeten betalen, maar zal ook zijn vergunning om kassa's te kunnen verkopen in dit koninkrijk worden ingetrokken. En zal die kassaproducent dus geen enkele kassa in ons land meer kunnen verkopen. Ik kan u verzekeren, geen enkele kassaproducent zal dit risico willen lopen. Gevolg, de kassa komt en als ze er is, gaan wij ervan uit dat ze zo goed als onvermijdelijk is. En wat betekent dat heel concreet? Wel, dat betekent heel concreet dat vanaf dat die kassa met die blackbox bij u geïnstalleerd is, dat uw ontvangsten zullen officieel worden. Dat er geen zwart geld meer zal binnenkomen. Dat met andere woorden alles wit wordt. En als u geen zwart geld binnenkrijgt, dan kan u ook geen zwart geld uitgeven. Dus stel, en ik kijk over de hoofden heen naar niemand in het bijzonder, maar stel dat u een deel van uw personeelskost niet officieel zou uitbetalen, dan heeft u daar middelen voor nodig. En als u dus geen zwart geld meer binnenkrijgt, kan u dat niet meer uitbetalen op diezelfde manier. En dat is dan de laatste conclusie. De bedrijfsvoering van uw ganse restaurant zal moeten professionaliseren, zeggen we dat dan met een eufemisme. U zal dus op een andere manier moeten gaan ondernemen, tenzij u dat uiteraard nu al doet. En ik wens er u toe, want dan moet u heel weinig veranderen vanaf 2014. Is dit nu een probleem? Wel, laat ons eerst eens kijken waarom dit ook geen probleem zou kunnen zijn. Zijn er voordelen aan het invoeren van de kassa? Wel, ze zijn er absoluut. En het eerste is, en dat is misschien het allerbelangrijkste van allemaal, als de kassa wordt ingevoerd, zal er eerlijke concurrentie zijn binnen de horeca. Met andere woorden, als u nu, laat ons zeggen, een zaak bent die min of meer alles officieel doet, wat wij bijvoorbeeld een 90-10 zouden noemen, 90% wit, 10% zwart of 95% wit, 5% zwart, ja, dan moet u wel concurreren met die 80-20'ers en die 70-30'ers, zelfs 60-40'ers, om het maar te zwijgen over de 40-60'ers, de 30-70'ers en ga ze maar verder. U moet concurreren met diegenen die nog meer of volledig hun voeten aan alles vegen. En dat maakt het voor u
bijzonder moeilijk. Ik durf er in deze regio bijna niet naar verwijzen, maar denk maar aan de boude uitspraken van Hans Bourlon, die zei van het is toch een schande dat mijn koks uit mijn Plopsaland-restaurant gaan vluchten naar de restaurants aan de kust, omdat ze daar allemaal in het zwart worden betaald. Ik heb daarnet aan Radio 2 ook uitgelegd dat hij geen schrik moet hebben dat vanaf 1 januari 2014 iedereen gelijk wordt voor de wet en dat er dus nergens geen zwart meer zal zijn, maar dat dan in alle brasserieën en restaurants aan de kust ook wel de prijzen van Hans Bourlon in Plopsaland zullen moeten betaald worden. Ik hoop wel voor een betere kwaliteit. Dit mocht ik niet zeggen. Eerlijke concurrentie binnen de horeca nog niet helemaal. Ik ga van de gelegenheid gebruik ook maken dat wij als Horeca Vlaanderen tegenstander zijn van de zogenaamde 10%-norm. De 10%-norm die zegt dat wanneer u minder dan 10% van uw omzet in voeding heeft, dan hoeft u geen kassa te gebruiken. En dit met alle respect voor de mensen in de zaal die hier zouden zitten en die onder die 10%-norm vallen. Als ik het moest zijn, ik zou hem ook gebruiken en ik zou ook heel blij zijn. Maar u begrijpt onmiddellijk dat dit wel opnieuw valse concurrentie in de sector teweeg brengt. Dus als het aan ons ligt, zouden wij die 10%-norm zo snel mogelijk afgeschaft willen zien. En eerlijk gezegd, wij denken ook dat dit vrij snel zal gebeuren. Herinner u de norm toen het rookverbod in restaurants werd ingevoerd, dat je ook nog mocht roken in die brasserieën waar minder dan 1/3 van de omzet uit voeding kwam. Ik denk dat die maatregel geen jaar bestaan heeft. Wel, ik vermoed dat dit een gelijkaardig iets gaat worden. Er zijn nog andere voordelen aan die kassa. Ten eerste, u gaat geen energie meer moeten steken in allerhande fiscale constructies of geen angst moeten hebben voor controles. Toch niet voor fiscale controles, er zijn er nog andere ook. Nee, want alles wordt officieel. U bent clean, u hebt geen probleem meer. U kan uw energie gewoon in uw onderneming stoppen. Uw omzet staat vast. Gedaan met de marché de tapis met uw belastingscontroleur die zegt van ja, u heeft die omzet wel aan, ik geloof dat, ik ga daar 20% bij doen. Oh, 20% veel te veel, 5%, oh, marché de tapis, 12,5% komen we ergens op uit. Gedaan daarmee, vanaf nu is uw omzet datgene wat er in de zwarte doos staat. Niet meer en niet minder. En het laatste voordeel van die kassa is ook een heel belangrijk instrument om uw zaak te runnen. Is eigenlijk ook een heel goed ondernemingsinstrument. En ik hoop en ik ga ervan uit dat de meesten onder u dat ook al zo wel zullen gebruiken en doen. Maar we stellen in de opleidingen van horecavorming vast dat nog heel veel ondernemers eigenlijk de kassa niet benutten voor wat ze ook kan dienen. Namelijk om uw voorraadbeheer goed in het oog te houden, om te kijken wat de goede en de minder goede zaken zijn op uw menukaart die verkocht worden. Ik geef een voorbeeld. We stellen vast in de opleidingen van horecavorming dat als je vraagt van oké, u heeft steak béarnaise op uw steak tartaar bij de Luc, u hebt steak tartaar op uw menu staan, hoeveel steak tartaars verkoopt je nu op een maand? Dat weet ik niet. Of wat is nu het meest populaire item op uw kaart? En wat is een item dat veel minder is? Ik denk ongeveer dat dat gaat. Ja, maar denkt je het of weet je het? Wel, met die kassa kunt je dat allemaal perfect opvolgen. Je kunt je voorraden daaraan koppelen, waardoor je ineens ook de bestellingen kan doorgeven wanneer wat nodig is. U kan er zelfs uw personeelsbeleid aan koppelen. Met andere woorden, zo'n kassa wordt onderbenut in ondernemingen. Een kassa kan een heel belangrijk instrument zijn om uw zaak op een betere manier te runnen. En we gaan daar ook in de loop van volgend jaar opleidingen rond geven. Dus, allemaal voordelen met deze kassa. Dus laat maar komen die kassa zo snel mogelijk, want er is geen probleem. Tenzij, is er een probleem? En dan komen we aan de kern van ons verhaal. Ja, er is wel degelijk een probleem. Want wij hebben uiteraard geen enkel probleem om officieel te gaan werken. Wij hebben uiteraard geen enkel probleem om die kassa te gaan gebruiken, als het mogelijk is. En dan stellen we vast dat het in ons land bijzonder moeilijk is om een horecaonderneming op een officiële manier volledig rendabel uit te baten. De horeca is een van de meest arbeidsintensieve sectoren van ons land. Wat willen we daarmee zeggen? Wel, om ons product te maken heb je arbeid nodig en heb je veel arbeid nodig. En die arbeid is niet zomaar vervangbaar door iets anders. Ik vergelijk heel vaak met de industrie. Kort na de Tweede Wereldoorlog is Vlaanderen rijk geworden door zijn grote industrieën. Wel, die industrie is sinds dan enorm van aanzien veranderd. Vooral dan op het vlak van personeel. Waarom? Wel, de personeelskost in ons land bleef steeds stijgen,
waardoor wij nu een van de landen zijn met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Dus wat heeft die industrie gedaan? Ah, alles wat arbeidsintensief is, dus alles waar we veel arbeid nodig hebben om iets te produceren, dat gaan we niet hier doen. Dat gaan we elders doen, waar de lasten op arbeid lager zijn. En alles wat we hier nog doen, ah, dat gaan we automatiseren. Om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk arbeid nodig hebben. Want dat is nogal wie dus. Arbeid is duur, dus hoe minder arbeid we nodig hebben, hoe beter. Dat is wat er in de industrie is gebeurd. En dan zie je dat die industrie ook bijzonder kapitaalintensief, bijzonder efficiënt is geworden. Als je één voltijdse werknemer neemt uit de farmaceutische industrie, dan zien we dat die per jaar €206.000 aan toegevoegde waarde creëert. En als we gaan kijken naar de chemische industrie, dan zien we dat elke voltijdse eenheid daar per jaar ongeveer €160.000 aan toegevoegde waarde creëert. Wel, in de horeca creëren we met onze werknemers, fulltime equivalents, jaarlijks €38.000. Dat is een enorm verschil. En de hoofdreden is, wel, datgene wat die industrie gedaan heeft, dat kan de horeca per definitie niet. De horeca kan niet delokaliseren, kan niet arbeid naar het buitenland versassen, zoals ik zeg maar eens, de B-kaarts van deze wereld hebben gedaan. B-kaart, een van de grootste Belgische bedrijven, 35.000 werknemers, waarvan 2.000 in België, in Vlaanderen. En al de rest in China, in India, in Brazilië, in Oost-Europa. Wel, wij kunnen dat niet. Als u morgen uw zaak naar Griekenland verhuist, dan bent u Griekse horeca en geen Vlaamse horeca meer. Ze hebben daar ook kust, maar voor de rest zou ik het op het moment niet aanraden. Ten tweede, automatiseren is voor ons mogelijk, maar ook niet 100% mogelijk. We gaan ervan uit dat mensen in een restaurant nog altijd bediend willen worden en dat niet alles aan de toog kan afgehaald worden. Ik kan u verzekeren, in Zweden moet je onvoorstelbaar veel aan de toog zelf gaan afhalen. Ja. Ook in de keuken kan er geautomatiseerd worden. U kan beginnen werken met fabrikaten, met halffabrikaten enzovoort. Gebeurt ook nu en op zich is daar niks mis mee. En dat is voor een deeltje ook een automatisering. Maar we moeten natuurlijk wel vermijden dat morgen de vol-au-vent van Arlon over Brussel, Antwerpen tot in Oostende overal hetzelfde gaat proeven, omdat ze uit hetzelfde pakje komt. Ik denk dat dat een belediging zou zijn van de Belgische horeca. Dus wat is het probleem waar wij mee geconfronteerd worden? Arbeid. En vooral dan de kosten op arbeid. Wij zitten met een sector die veel arbeid nodig heeft. En dit in het land waar de arbeid de duurste is van de ganse wereld. Ik geef u een tweetal voorbeelden. Ja. Ik geef u een tweetal voorbeelden. En het eerste, dit is een reële onderneming. En we hebben er een genomen, het is er nogal een grote, het is er een heel goeie. Om aan te geven dat het ook af en toe mogelijk is om de verwittingsoperatie te doen. Wat is deze onderneming? Wel, u ziet, het is een grote onderneming, €1,3 miljoen omzet, met een bedrijfsresultaat van €194.000. Nu, daar zou u allemaal voor tekenen, een zeer goed bedrijfsresultaat. By the way, deze onderneming is wat wij noemen een 84-16. 84% wit, 16% zwart. Nu, deze onderneming heeft een bruto personeelskost die oploopt tot ongeveer 25% van zijn totale omzet. Dit is onwaarschijnlijk laag. Dus als u in België gaat kijken, gaat u gemiddeld zien dat in een onderneming ongeveer 33% van de omzet personeel is. En in de horeca zit je al gauw aan 40%. Dus dit is onwaarschijnlijk laag. Maar ik zeg het, het is een bestaande onderneming, dus we hebben ze ertussen gestoken. Nu, we gaan deze onderneming, wat we noemen, recht toe, recht aan verwitten. Wat willen we daarmee zeggen? Wel, we gaan deze onderneming verwitten. We gaan daar een 100% wit onderneming van maken, maar op een manier dat er voor de rest niks verandert. Dus de werknemers moeten netto evenveel blijven verdienen, de leveranciers worden correct uitbetaald, de prijzen blijven gelijk en ga zo maar verder. Wel, wat zien we dan gebeuren? In deze uitzonderlijk goede onderneming zien we dat het bedrijfsresultaat van €194.000 al gauw een verlies van €65.000 wordt en dat de bruto personeelskost oploopt van 25% naar 46%.
Nu, dit is een onderneming waarvan we zouden kunnen zeggen er is nog licht aan het einde van de tunnel. Op een omzet van 1,3 miljoen, een tekort van 65.000. Hier gaan we wat aan lonen zitten. Hier gaan we wat kijken hoeveel personeel we al dan niet nodig hebben. Hier gaan we met prijzen spelen, met openingsuren spelen enzovoort. En dan komt deze onderneming er misschien wel. Maar we hebben ook voorbeelden gehad van ondernemingen waar bijvoorbeeld de personeelskost al tegen de 40% zat, zelfs toen ze nog in het zwartendeel opereerden, en waar de personeelskost steeg naar 50%, 60%, 70% van de omzet. Dat overleeft geen enkele onderneming. Ik geef u een tweede voorbeeld. Dit voorbeeld is wel fictief. Maar ik laat aan u over of u dit een realistisch voorbeeld vindt of niet. Het is het voorbeeld van een kok. We hebben een kok in dienst en we betalen die gewoon baremiek uit met een bruto loon van €2.437, waardoor die brave kok ongeveer €1.527 netto overhoudt. En op het eind van de maand krijgt deze kok nog een extra envelopje waarin zijn netto loon nog een keer zit, maar dan niet officieel. De totale kost die wij nu hebben voor deze kok is €5.289. Hoe komen we eraan? Wel, dat is die bruto loonkost van €2.400 plus de patronale bijdrage plus het envelopje, komen we op €5.289. Nu gaan we naar die kok en zeggen we, brave man, vanaf 1 januari 2014 gaan wij alles officieel doen. Ah, oh, zegt die kok, patroon, dat is geen probleem, geef je alles maar aan, maar ik heb een €3.050 netto inkomen, €1.500 officieel, €1.500 in het zwart. Je mag doen wat je wilt, maar die €3.000 die wil ik houden. Wauw, zeggen wij kok, geen probleem, jong. Dat gaan wij doen, hè. Dus €3.050, we gaan daar uw bedrijfsvoorheffing terug bij tellen, we gaan uw werknemersbijdrage er terug bij tellen, we gaan de patronale bijdrage er terug bij tellen. En dan komen we na verwitting op een bedrag van €9.427 uit of een lastenstijging, een loonkoststijging met 78%. Een stijging van de personeelskost met 70%, dat overleeft geen enkele onderneming. Nu zeg ik niet dat elke onderneming dit heeft. Nu zeg ik niet dat dat voor elk personeelslid zo is. En u moet de rekening voor uzelf maken. Alleen weten we, en we weten dat dit een praktijk is die al wel eens voorkomt, deze ondernemingen zitten met een serieus probleem. En de grote vraag is dan, hoe gaan we dit aanpakken? Want, zoals ik daarnet zei, hoe dat je draait of keert op 1 januari 2014... komt de kassa, zal er officieel moeten gewerkt worden. Dus als u in een situatie zit waarbij een deel van uw omzet in het zwart gebeurt en een deel van uw personeel in het zwart wordt uitbetaald, dan zullen er maatregelen moeten genomen worden. Hoe gaan we dit aanpakken? Wel, in eerste instantie ga ik u vertellen wat we als Horeca Vlaanderen hebben gedaan om dit aan te pakken en nog doen. In tweede instantie gaan we kijken wat de overheid ondertussen aan het doen is om dit te begeleiden. En tot slot, heel kort, gaan we ook kijken, en dat in alle bescheidenheid, want degene dat dat het beste kunnen beoordelen, dat bent u zelf, is wat u als ondernemer zou kunnen doen. Wat doet Horeca Vlaanderen? Wel, wij zijn ondertussen bijna anderhalf jaar geleden begonnen met wat we noemen het Black Box project. Het was de werktitel, maar zoals vaak is de werktitel blijven hangen. En het Blackbox-project bestaat uit een drietal grote pijlers, namelijk sensibiliseren, vormen ondersteunen en begeleiden en steun vragen bij de overheid, zeg maar lobbyen. Sensibiliseren is eigenlijk hetgeen dat we ook vandaag aan het doen zijn. We vinden het onvoorstelbaar belangrijk dat de sector zo tijdig mogelijk wordt geïnformeerd en zeer goed weet wat er gebeurt. Want elke dag dat u wacht om te kijken hoe u dit probleem, als u al een probleem heeft, zou gaan oplossen, is een verloren dag. Elke boekhouder weet dat je ongeveer een 2 à 3 jaar nodig hebt om van een zwarte onderneming naar een witte onderneming te gaan. Wel, u heeft op dit moment nog wel geteld 1 jaar om dat te doen, moest u al iets moeten doen. Met andere woorden, het is belangrijk dat iedereen tijdig op de hoogte is. Dus we zijn deze sessies, en met dank aan de FOD Financiën dat ze daarin meegaan, zijn we sinds september al op een tiental plekken in gans Vlaanderen geweest. Maar wij zijn eigenlijk al een gans jaar bezig
om Vlaanderen af te dweilen. U vindt dat ook geregeld terug in de Horeca-krant, in de Horeca-echo, alle mogelijke informatie. En we hebben een speciale website ook gestart, die u hopelijk al bezocht heeft, horecablackbox.be. Dat is het sensibiliseren. Tweede, in alle bescheidenheid willen we ook wat vormen, ondersteunen en begeleiden. Wat bedoelen we daarmee? Wel, we kunnen een aantal tools aanreiken, indien u daar niet over zou beschikken, om dat proces wat mogelijk te maken. Dit gaat uw probleem, als u al een probleem heeft, waarschijnlijk niet oplossen, maar laat ons hopen dat het u wat kan helpen. En u vindt er al een aantal terug op die befaamde website horecablackbox.be. Wat vindt u daar bijvoorbeeld onder meer al terug? Wel, uiteraard alles wat wetgeving betreft. En normaal geven wij bij deze sessies nog eens de blauwe boekjes mee. En de Horeca Vlaanderenleden die kennen die blauwe boekjes ondertussen, waar alle wetgeving van de Blackbox in staat. Die boekjes zijn uitgeput en we zijn nog niet aan het herdrukken, omdat er weer een aantal zaken in het horecaplan aan het wijzigen zijn. Dus we gaan liever herdrukken wanneer we meer informatie hebben. Maar op de Blackbox website vindt u alle informatie terug, vindt u die boekjes ook volledig terug. De GPS Toolkit staat erop. Wat is de GPS Toolkit? Wel, daarnet dat voorbeeld van die onderneming die moest recht toe recht aan verwitten. Wel, dat modelletje dat vindt u daar op de website. U kan dat downloaden en dan kan u ook voor uzelf uw cijfers daarin invullen en kijken als u recht toe recht aan zou verwitten, indien dat nodig is, wel, dan kan u ook kijken welke de impact op uw onderneming zou zijn en welke de posten zijn waar u het meeste op zou kunnen gaan werken. En dat kan u dan eventueel ook gaan bespreken met uw boekhouder. U vindt ook al een aantal sociale en fiscale tips terug op die website. Wat bedoelen we daarmee? Wel, er bestaan nu al een aantal maatregelen, een aantal mogelijkheden, die ervoor zorgen dat wanneer u lonen, zwarte lonen gaat moeten verwitten en u naar manieren zoekt waarbij dat uw werknemer zoveel mogelijk kan blijven krijgen en voor u de kosten zo weinig mogelijk stijgen, hè, dat is de bedoeling, wel, er bestaat al een beperkt aantal maatregelen die u daarvoor zou kunnen gebruiken. En u vindt die daar voor een deel opgesomd. Ik geef er u een aantal. De meest bekende is de collectieve bonus, de resultaatsgebonden bonus, eventueel aan het einde van het jaar. Dan kan u meer dan €2.500 per personeelslid overmaken en waarbij u alleen een 33% bevrijdende bijdrage moet betalen en de werknemer wordt daar niet meer op belast. Dus krijgt dat netto in handen. Niet helemaal netto meer. De regering Di Rupo heeft beslist dat daar nu ook 13% werknemersbijdrage op moet betaald worden. I'm very sorry. Maar het blijft nog altijd een voordeel. Ja? Een tweede voorbeeld is de bedrijfswagen. En ik krijg heel vaak de reactie van bedrijfswagen, in godsnaam. Wat gaan wij in onze zaak met een bedrijfswagen doen? Wel, een bedrijfswagen is uiteraard iets wat ook al als voordeel heel wat verminderd is na overheidsmaatregelen, maar wat nog altijd zeer voordelig kan zijn wanneer u een soort verloning wil geven aan uw werknemer en waarbij het netto voor hem zo groot mogelijk is en het bruto voor u zo laag mogelijk. Kan dat in een horeca? Dat kan absoluut. En u moet dat natuurlijk niet aan al uw personeelsleden geven, maar uw belangrijke, trouwe personeelsleden zou u voor een deel om dat gat tussen zwart en wit toe te rijden ook kunnen belonen met een bedrijfswagen. Nu, ik zie al heel veel mensen wat met de ogen rollen van dan komt hem nu mee. Ja, ja, ik had het ook over u. Overal, hoor. Ik krijg die reactie heel vaak van waar komt er nu mee af? Bij ons in de horeca toch geen bedrijfswagens? Wel, ik krijg ook andere reacties. Andere reacties van ondernemingen die zeggen meneer Van Assen, ik heb al zoveel bedrijfswagens rondrijden dat ik soms denk dat ik een garage ben in plaats van een horecaonderneming. Dus het kan wel degelijk. Als u een trouwe kok heeft die al lang bij u werkt, kan u daar perfect ook een deel van zijn loon via een bedrijfswagen betalen. En dat kan u bijvoorbeeld gebruiken nu om van een stukje zwart naar een stuk wit te gaan. Toch wel. Ik geef nog een laatste voorbeeld. Kosten eigen aan de werkgever. Ja. Ook daar weer zijn er een aantal dingen. Wat zijn kosten eigen aan de werkgever? Wel, af en toe doet een werknemer een uitgave en dan komt hij daar een bonnetje voor binnenbrengen. Hè? Want dat zijn eigenlijk kosten die u had moeten doen, maar hij heeft die gedaan. Ze komt een bonnetje binnenbrengen en u betaalt dat dan. Wel, de fiscus aanvaardt dat
voor beperkte bedragen dat u dat forfaitair gaat doen. Dat u gaat zeggen van kijk, elke maand zijn er wel wat onkosten, dus we gaan u een forfaitair bedrag toekennen, kosteneigen aan de werkgever, wat dan onbelast is en wat misschien een eerste keer is moet kunnen bewezen worden, maar later niet meer. Waarom is dat verantwoordbaar? Wel, ik zeg maar, ik neem opnieuw die kok. Wel, die kok die gaat toch mee moeten zijn met de gastronomische literatuur. Die gaat toch geregeld eens in tijdschriften moeten kijken, kookboeken kopen, op een ander gaan eten, op internet kijken, whatever. Wel, dat soort van kosten die hij doet, is eigenlijk om zijn functie goed te kunnen uitoefenen. Dus daar mag u hem toch wel een deel voor vergoeden. Overdrijf daar niet mee, want dan gaat de fiscus dat niet meer aanvaarden. Maar, en dat is altijd gevaarlijk om bedragen te zeggen, als u 120, 125 euro in de maand daarvoor voorziet, dan moet dat min of meer wel kunnen. Test dat eens af met uw controleur. Enfin. Opnieuw, dat lost uw probleem meestal niet op. Als we het voorbeeld van de kok nemen met een gat van 4000 euro per maand, dat rij je niet zo gauw dicht. Maar het zijn allemaal puzzelstukjes die u kunnen helpen om dat gat toe te leggen. Dat vind je ook al allemaal terug op die website. En daarnaast gaan we ook opleidingen geven. Opleidingen zowel rond sociale thema's en bijvoorbeeld rond het laatste wat ik gezegd heb, rond wat we noemen social engineering. Hoe proberen zo hoog mogelijke vergoedingen te geven aan werknemers met zo weinig mogelijk kosten. Hebben we ondertussen al een vijftal sessies in samenwerking met ADNB gegeven. En die gaan volgend jaar ook zeker terugkomen. Ik ga er straks nog even op in. U vindt ook een foldertje op uw stoel. Ik ga dat straks ook even kort toelichten. Maar we weten ook dat zelfs wanneer we u tijdig hebben ingelicht en zelfs wanneer we u alles uitleggen van de maatregelen die nu reeds bestaan, dan weten we heel goed dat voor een heel aantal horecaondernemingen dit niet voldoende zal zijn. Dit niet voldoende zal zijn om rendabel te kunnen verder werken. En dan is eigenlijk het belangrijkste deel van het Blackbox ook geweest. Wij moeten de overheid duidelijk maken dat wanneer zij een toekomst willen voor de horeca als een arbeidsintensieve sector in dit land, dan gaan zij naar lastenverlaging moeten gaan. Er is geen weg naast. Als je wil vermijden dat er, en onze meest voorzichtige berekeningen spreken over 25.000 arbeidsplaatsen, als je wil vermijden dat er 25.000 arbeidsplaatsen gaan verloren gaan, dat er 10-20% van de ondernemingen verder failliet zouden gaan en gaan ze maar verder. Wel, als je dat wil vermijden, dan ga je als overheid maatregelen moeten nemen. En de overheid gaat u antwoorden, wel, lieve ondernemer, we hebben dat gedaan. We hebben een horecaplan gemaakt. En dat horecaplan heeft voor het eerst daglicht gezien in juli van dit jaar. En in juli van dit jaar zijn er al twee maatregelen genomen die ik u kort ga toelichten. En tijdens de begrotingsbesprekingen is er daar nog een extra maatregel bijgekomen. Ik ga u kort toelichten wat er op dit moment in de pipeline zit bij de federale overheid. Ik ga er onmiddellijk ook bij zeggen dat ik op dit moment nog geen enkele, maar dan ook geen enkele ontwerp van wettekst heb gezien om dit plan uit te voeren. Zij blijven zeggen dat het er komt, zij blijven zeggen dat het beslist en besloten is, maar ik wacht nog altijd op de eerste officiële teksten. Betekent dus ook dat als u straks vragen gaat stellen, dat er heel veel vraagtekens zullen blijven. Maar ik geef u wel mee van wat er in de pipeline zit, dan kan u daar ook min of meer rekening mee houden wanneer u uw eigen zaak bekijkt. Eerste maatregel is een nieuw soort van gelegenheidsarbeid. Een nieuw soort van gebruik van extra's. Wat is het nieuwe systeem? Wel, in het nieuwe systeem zal u gedurende 100 dagen een voordelig soort extra's kunnen gebruiken. Iemand die bij u komt werken, mag dit slechts gedurende 50 dagen doen in dit systeem, maar zelf mag u gedurende 100 dagen verschillende werknemers in dit nieuwe systeem te werk stellen. En wat is het voordeel van dit systeem? Wel, in plaats van dat u sociale bijdragen gaat betalen op het reële loon van die gelegenheidswerknemer, gaat u sociale bijdragen betalen op een forfaitair bedrag. Ik geef een voorbeeld. U heeft een extra die nu komt werken in de zaal bij u aan 12 euro bruto. Wel, in plaats van dat u sociale bijdrage gaat betalen op 12 euro per uur, gaat u nu sociale bijdrage betalen op 7,5 euro per uur. Dat is een serieus voordeel. Waarom 7,5 euro? Dat is de prijs van een dienstencheck.
Het wordt nog interessanter, want wanneer u dit voor meer dan 6 uur zou gaan doen, heeft de overheid ook beloofd dat zij nooit meer bijdrage gaan innen dan innen op 45 euro. Dus u gaat nooit meer bijdrage moeten betalen dan de bijdrage op 45 euro. Met andere woorden, vanaf dat u 7 uur of meer iemand te werk stelt in dit systeem, dan gaat u een vast bedrag als bijdrage betalen. Hoe ziet het er voor de werknemer uit? Wel, ten eerste betaalt hij ook zijn werknemersbijdrage op het forfait en niet op het reële loon. En ten tweede betaalt hij nog wel degelijk ook een stukje belasting, maar niet de volle pot, maar een bevrijdende voorheffing van 33%. Is dit voordelig? Meestal wel. De meeste van uw extra's zijn eigenlijk mensen die al werk hebben, die al elders gaan werken, die bij u komen werken en dan klagen omdat hetgeen ze bij u verdienen bij hun andere loon wordt bijgeteld, waardoor ze al gauw in schijven van 40-50% terechtkomen. Wel, hier gaan zij een bevrijdende voorheffing krijgen van 33%. Wat is daar ook het extra voordeel van? Wel, u houdt de werkgevers- en werknemersbijdrage af en u houdt onmiddellijk ook de bevrijdende voorheffing voor de fiscus af. Wat maakt dat het geld dat die werknemer meekrijgt, dat dat zijn loon is. Dat hij dat niet meer moet aangeven, dat hij daar niks meer op moet laten vallen. Wat hij in de pocket heeft op dat moment, wel, dat is het ook helemaal. Dus hij ziet wat hij krijgt. Wat vraagt de overheid daarvoor in ruil? Wel, die mensen moeten geregistreerd worden. En als u het uursysteem gebruikt, moet dat per uur gebeuren. Dus ik gebruik iemand, ik ben een broodjeszaak en ik heb iemand nodig 2 uur of 3 uur op de middag. Dan moet u die 3 uur registreren. En daarvoor dienden die 2 toetsen waar Jan de Lodderen het daarnet over had, die PLU-toets arbeid in en die PLU-toets arbeid uit. Maar vanaf dat u het dagforfait gebruikt en niet meer het uurforfait, moet u geen arbeidstijdsregistratie meer doen, geen in en uit meer doen, moet u alleen maar een aanwezigheidsregistratie doen. Dus alleen de registratie dat er iemand is. Dus ik vermoed dat dat weinig probleem geeft. In C lopen er weinig of geen mensen, hoop ik, nog rond in de horeca die niet op een of andere manier ingeschreven zijn. Wanneer wordt deze maatregel ingevoerd? Wel, ik heb nog bevestiging gekregen dat het nog altijd de bedoeling is dat deze maatregel wordt ingevoerd vanaf 1 april 2013, ondanks het feit dat de kassa zelf uitgesteld is tot 1 januari 2014. Dus men beweert nog altijd dat deze maatregel vanaf 1 januari in werking zal treden. Ik heb nog altijd geen enkele ontwerptekst gezien, maar laat ons ervan uitgaan dat ze daarin slagen. De tweede maatregel is een lastenverlaging. En we hebben ook onmiddellijk gezegd aan de overheid van kijk, gelegenheidsarbeid is iets dat bijzonder belangrijk is in onze sector. Dus het is goed dat u daar een maatregel probeert te nemen. Maar veel belangrijker is het laten dalen van de lasten op onze reguliere werknemers. Dat is het grootste probleem van de horeca, zoals ik u dat daarnet heb uitgelegd. Wel heeft de regering gezegd, het is goed, wij gaan een lastenverlaging doorvoeren. Maar we gaan die aan een aantal voorwaarden onderwerpen. En hou u vast nu. Ten eerste mag dit alleen maar worden toegepast in ondernemingen met minder dan 20 werknemers. Vonden wij een zeer bizarre voorwaarde. Alsof het is dat vanaf dat u meer dan 20 werknemers heeft, dat u geen problemen meer heeft met de lasten op arbeid. Zeer bizar. Dus niet meer voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers. U mag vervolgens die lastenverlaging toepassen op 5 werknemers naar keuze in uw bedrijf. En dan mag u per kwartaal 500 euro per werknemer aftrekken. En indien het een werknemer is die jonger is dan 26 jaar, kan dit zelfs oplopen tot 800 euro per kwartaal. Dat betekent dat u maximaal over een jaar, als u alleen maar werknemers heeft van meer dan 26 jaar, dat u maximaal 10.000 euro op een jaar kan minder aan sociale bijdragen betalen. En wanneer u wel degelijk minstens 5 werknemers van onder de 26 jaar hebt werken, dat u tot 16.000 euro per jaar kan minder sociale bijdragen betalen. Voorwaarde is een aanwezigheidsregistratie van al uw personeel.
geen arbeidstijdsregistratie, maar een soort aanwezigheidsregistratie van al uw personeel, dus ook diegene waarvoor u geen lastenverlaging heeft gekregen. Wij proberen mee te geven van ja, maar die is er toch al, er wordt toch een Dimona gedaan voor alle medewerkers, ze moeten toch uw roosters uithangen, enfin. Er is geen houden aan als u deze lastenverlaging wenst te gebruiken, moet u al uw personeel registreren op een of andere manier. Wanneer gaat deze maatregel in? Wel, deze is gekoppeld aan de invoering van de kassa, dus zal ten vroegste kunnen gebruikt worden vanaf 1 januari 2014. Dat waren de twee maatregelen die al genomen werden in juli. In het begrotingsconclaaf van enkele weken geleden zijn er nog een aantal dingen uit de bus gekomen waar de horeca iets mee kan doen. Het eerste is dat men de bestaande lastenverlaging op overuren voor de horeca zou willen optrekken. Wat is die bestaande lastenverlaging voor overuren? U kent die niet, want in de horeca worden geen overuren gepresteerd, zoals we allemaal weten. Maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen wijzigen, wanneer alles op een officiële manier moet gebeuren. Met andere woorden, als u overuren moet betalen, is dat zeer duur. U moet overloon betalen, enzovoort. Wel, er bestaat nu al een lastenverlaging op overuren die ervoor zorgt dat een overuur voor u maar iets duurder is dan een gewoon uur, maar dat de werknemer daar wel al zijn toeters en bellen bij krijgt. En dat kan u gebruiken voor de eerste 130 overuren van elk personeelslid. Nu, we weten dat 130 overuren, dan haalt u ongeveer februari of maart, denk ik, en dan zijn die op. Wel, er is nu een uitbreiding gekomen voor de horeca. Tot 10% zei men van het totaal aantal uren. Men zei ons toen dat dat dan ongeveer een 200 uur zou worden. Het laatste wat ik heb gehoord is dat het over 180 uur zou gaan. Enfin, u haalt dan waarschijnlijk april of mei. Maar als u officiële overuren moet gebruiken, is dit wel degelijk een voordelige maatregel, maar zeer beperkt. Uiteraard is het belangrijkste, maar dat is entre parenthèse, dat u probeert te vermijden dat er overuren zijn. En daar zijn systemen voor, grote flexibiliteit, dat u met compenserende periodes werkt en waardoor u mensen tot 11 uur per dag kan laten werken zonder dat u overlonen moet betalen. Ik denk dat dat nog het meest voordelige is van alle. Als u daar meer over wil weten, volg de opleidingen die we daar rond organiseren. Tweede maatregel die in het begrotingsconclaaf zat, wel een heel kleintje, maar misschien toch wel een leuke om mee te nemen. U weet dat er de monsterboetes voor ondernemers waren ingevoerd voor wanneer men onterecht kosten als ondernemer wou inbrengen. Dan kon men monsterboetes tot 309 of van 309% op die onaanvaarde belastingsaftrekken betalen. Wel, restaurantkosten komen daar per definitie niet voor in aanmerking. Dus met andere woorden, als er een ondernemer bij u komt eten en die brengt zijn bonnetje in, maar de fiscus verwerpt dat, dat kan nog altijd, wel, dan zal hij er al zeker geen 309% boete op moeten betalen. Dus laat ons hopen dat dat de ondernemers kan aansporen om toch nog voldoende bij u op restaurant te komen. En tot slot is er een loonmatiging ingevoerd, een loonmatiging die in C ook wel voor ons interessant zou moeten kunnen zijn. U weet dat wij met een loonlastenhandicap zitten ten aanzien van de ons omringende landen. En de regering heeft gezegd, wel, op 3 onderhandelingsperiodes, dat is 6 jaar, willen wij komen tot een gemiddeld loon dat vergelijkbaar is met de ons omringende landen. Dat de loonhandicap, met andere woorden, is weggewerkt. Lijkt interessant voor alle ondernemingen, is een beetje zuur voor ons. Want als wij voor een verwittingsoperatie staan, dan gaan wij per definitie hogere lonen, hogere officiële lonen moeten gaan betalen in de komende jaren en niet minder loon. We gaan zelfs nog moeten vechten en goed uitleggen dat we die mogen betalen, die hogere lonen, want men wil tot een soort van bevriezing van de lonen komen. Hoe evalueren we nu die maatregelen die de regering genomen heeft? Wel, een eerste conclusie is al, als u een probleem heeft, de overheid zal uw probleem niet oplossen. Niet met deze maatregelen, maar laat ons wel wezen, wij gaan als Horeca Vlaanderen in het komende jaar nog alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat er betere, ruimere, nieuwe maatregelen komen. En ik ben er zelf van overtuigd dat we er ook in gaan slagen om nog extra maatregelen te krijgen. Elke ronde waar we krabben, krabben we weer iets extra los. Maar er zal geen maatregel komen, en ik zeg het in alle eerlijkheid zoals ik het denk,
er zal geen maatregel volgens mij komen die uw probleem gaat oplossen. Hoe evalueren we de maatregelen zoals ze nu bestaan? Wel, ten eerste, ze zijn veel te beperkt. Als we spreken over een totale maximale lastenverlaging van 10.000 tot 16.000 euro. Maar, sorry, in het voorbeeldje van de kok zaten we met een gat van 4.000 euro per maand. Dat kan u zelf rekenen. Dus ze zijn veel te beperkt. Proberen we ook mee te geven. En we gaan langs elke minister langs die ons wil ontvangen. We zijn al bijna overal langs geweest, tot bij de minister van Justitie en de minister van Defensie toe. Elke minister die ons wil ontvangen, daar gaan we langs en gaan we het ook uitleggen. En we gaan een nieuwe ronde doen, begin volgend jaar, om tussen hun oren te krijgen van wat er met de sector aan het gebeuren is en waarom het van belang is dat zij extra maatregelen nemen. Maar we moeten er rekening mee houden dat de envergure van de maatregelen misschien nog een beetje gaat bijkomen, maar dat het niet de Big Bang zal zijn. Er blijven bovendien heel veel onduidelijkheden. Ik had het er net over die 20 werknemersgrens voor die lastenverlaging. Wat ons betreft zou die weg moeten. De vraag is alleen, gaat die weggaan? En ten tweede, hoe moet je die 20 ook berekenen? Gaat dat over 20 fulltime equivalents of gaat dat over 20 koppen? Dat is natuurlijk een groot verschil. Er was ook nog een maatregel aangekondigd rond studentenarbeid, dat je in plaats van 50 dagen 100 halve dagen mocht gaan inzetten. Dat is aangekondigd in juli door Vincent van Quickenborne, dat het beslist was. Sindsdien hebben we er niks meer over gehoord. Als er een nieuw extra systeem wordt gelanceerd waarvan wij zeggen dat ziet er op zich wel goed uit, wat gebeurt er met de andere extra systemen? Want plots horen we zeggen dat die dan zouden worden afgeschaft. Daar zijn we carrément tegen, want dat zou ervoor zorgen dat u maar gedurende 100 dagen per jaar een extra mag inzetten. Als u een Dimonafoel gebruikt, kan u nu, als het u zou willen, ik raad het niet aan, maar kan u tot 365 dagen per jaar gaan. Dat kost de overheid niks, want een Dimonafoel is een normale aangifte van al uw bijdragen. Maar wanneer ze die zouden afschaffen, dan kan u dat nog maar 100 dagen doen en beperkt men dus, ondanks het feit dat het niks zou kosten, beperkt men u in uw flexibiliteit. En tot slot, als je dan die lastenverlaging op die 5 werknemers hebt, hoe kan je dat combineren met andere lastenverlagingen? Kan je dat elkaar laten opvolgen? Kan je dat, die lastenverlaging van de ene werknemer op de andere overzetten als dat voordeliger wordt? Enfin, veel vragen die overblijven en ik kan u alleen maar meegeven, ik heb nog steeds geen officiële teksten gezien van hoe men het nu wil aanpakken. Ik kan u wel beloven dat wij blijven ijveren, elke dag opnieuw, en dat mag u letterlijk nemen, voor extra maatregelen en om het aan de overheid duidelijk te maken dat wanneer er geen extra, serieuze extra maatregelen komen, dat we in de horeca naar een groot probleem gaan. En dat brengt ons dan bij het laatste stukje, het einde van onze uiteenzetting. Wat kan u zelf doen? En ik zeg het opnieuw, ik zeg dit in alle bescheidenheid, want degene die daar het best over kan oordelen, dat bent u zelf. Maar het eerste, denk ik, wat er zeker moet gebeuren, is voor zover dat u, en ik hoop van wel dat u dat allang niet gedaan heeft en continu doet, maak die financiële foto van uw zaak. Zorg dat u zelf zeer goed weet hoe uw zaak financieel gezien in elkaar zit. Hoeveel procent het een of het ander u doet, waar uw stromen vandaan komen, waar uw stromen voor gebruikt worden. U kan daarvoor die GPS-toolkit gebruiken. Op de horecablackbox.be-website vindt u die toolkit, vul uw cijfers daarin in en kijk wat het geeft. En het tweede wat u dan moet doen, is kijken van goed, als ik dan naar een verwitting ga, dan zit ik mogelijk met een gat. En dan moet dat gat op een of andere manier gedicht worden. En uiteraard gaat dat niet in één keer. Daar gaat u heel veel verschillende maatregelen voor moeten nemen om ervoor te zorgen dat u dat probleem onder controle krijgt. En we nemen er een aantal. U moet nadenken over uw arbeidsefficiëntie. En ik verzeker u, er gaan heel veel ondernemers naar zware, moeilijke, harde tijden gaan, want u zal moeten beslissen of u al het personeel dat u op dit ogenblik heeft, of u dat nog wel nodig heeft. En als u dat niet meer nodig heeft, dan zal u dat moeten laten gaan. Want u zal dat nodig hebben om uw zaak opnieuw meer rendabel te maken. Het voorbeeld dat ik altijd geef is, je ziet zo van die
posje zaken in grotere steden vaak nog altijd van die werknemers aan de deur staan met zo'n oorken in hun oor om de deur open te doen, om u het restaurant in te leiden en op uw plaats te zetten. Letterlijk dan. In Amerika kan dat, want daar kost arbeid niks. Daar is arbeid zo goedkoop dat het schandalig is. Bij ons kost arbeid heel veel. Wel, dat gaat niet in ons land. U kan dat niet, zich niet permitteren. De klant kan zich dat niet permitteren, want de klant zal dat allemaal moeten betalen. Met andere woorden, dat zouden bij mij al de eerste zijn, bij wijze van spreken, die het pand mogen verlaten. U gaat dus moeten kijken, waar heb ik echt welke arbeid nodig? Want arbeid is kern van uw probleem, moest u al een probleem hebben. Kijk dan naar die fiscale en sociale engineering. En ja, die maatregelen die nu al bestaan, die gaan uw probleem niet oplossen, maar u moet ze wel gebruiken. Want ze kunnen misschien wel een deeltje van uw probleem oplossen. Ik denk daaraan, die bonus, de bedrijfswagen, maaltijdchecks, kosten eigen aan de werkgever enzovoort. Kijk naar de organisatie van uw onderneming. Wanneer bent u open? Zijn uw openingsuren rendabel? Op dit moment hebben wij een horeca die fantastisch is. We hebben een horeca die open is van 19 uur 's morgens en tot een stuk in de nacht kunnen wij overal naartoe om iets te eten, te drinken. Dat is fantastisch. Ga maar naar Nederland, rij Nederland binnen en probeer daar bijvoorbeeld om 3 uur in de namiddag eens iets te gaan eten. En dan heb ik het niet over een 4-sterrenmenu, maar dan heb ik het over een pannenkoek. Nee, de kok is er niet. De kok die komt om 6 uur. En dan kan u die pannenkoek gaan eten. Met andere woorden, service coupé. Wel, ik vrees dat wij meer ook in die richting zullen moeten gaan. 2 weken geleden was ik toevallig ergens te vroeg en heb ik tussen 9 uur en 10 uur moest ik in een stad mij bezighouden. Ik heb een café opengevonden, mij daar geïnstalleerd met mijn computer en ik heb, dat is aan de beroepsmisvorming, ik ben beginnen tellen. Tussen 9 en 10. Hoeveel mensen zijn daar binnengekomen en wat hebben die besteld? Tussen haakjes, daar zat een duivel tussen. Ik zal het nooit vergeten. Om 9 uur 's morgens. Niet van mij. Niet van mij. Wel, als ik gewoon optelde van wat die mensen op dat uur besteld hadden, dan kwam ik niet aan het bruto loon van de garçon die achter die toog stond. Met andere woorden, dat café is op dat moment open uit gentillesse. De mensen welkom heten. Hopen dat ze blijven hangen en dan later nog wat meer. Maar eigenlijk, op dat eerste uur, spuurverlies. Wel, ik vrees dat u zich dat in de toekomst niet meer kan permitteren. Dus wij zullen naar meer Nederlands-Duits systeem moeten gaan waar u open bent op de momenten dat u rendabel kan zijn. En dat u sluit op de momenten dat u dat niet kan zijn. En als men daar problemen mee heeft, lieve overheid, dan moet men iets aan de lasten op arbeid doen. Prijzenbeleid. Heel voorzichtig kijken wat u met uw prijzen moet doen. Ook daar gaan we opleidingen rondgeven. De klant zal een deel van de rekening moeten gaan betalen. Toen ik klein was, dan was op restaurant gaan iets voor de feestdagen. Hè, of af en toe eens op een zondag, meestal naar de Chinees. Dat was iets feestelijk. Gelukkig ondertussen is dat iets mainstream geworden. Er zijn allemaal 2 verdieners geworden. Er zijn heel wat welgestelde gepensioneerden bijgekomen die regelmatig iets gaan eten, want dan moeten ze niet koken. En in het weekend mag het dan eens nog wat deftiger zijn. De vraag is, als die prijzen gaan stijgen, gaan we niet terug naar een vroeger systeem van dat gaan eten iets is dat je minder doet. U moet kijken naar wat u als marketing kan doen. Kijken van hoe kan ik meer klanten trekken. En uiteraard, als er dan al overheidsmaatregelen in het kader van het horecaplan zijn, hoe beperkt ze ook zijn, zorg uiteraard dat u ze toepast tot de laatste eurocent. Want het kan opnieuw maar weer dat puzzelstukje zijn dat u kan helpen. Dat zijn heel veel zaken die u kan doen. Ik kan me inbeelden dat niet elke ondernemer zich daar even goed gewapend voor voelt. Om dat soort van beslissingen te nemen, om dat soort van evaluaties te maken. Daarom bieden wij u ook in de loop van het voorjaar een hele batterij, en het is niet minder dan dat, een hele batterij aan opleidingen aan. We doen dat omdat we steun hebben gekregen van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie, om u die opleidingen tot beter ondernemerschap, heet dat dan, te kunnen aanbieden. U vindt dit foldertje op uw stoel.
En hierin vindt u die opleidingen waarvan we nu al weten dat ze in het aanbod zitten. En u zal ook merken dat er nog een aantal andere in de pipeline zitten. We hopen dat we tegen januari en opnieuw weer op de website horecablackbox.be dat u het volledige overzicht krijgt. Tot slot nog iets waar we mee bezig zijn. We moeten die overheid blijven bespelen. We moeten proberen die overheid te blijven overtuigen dat de horeca nog steeds met een serieus probleem zit en dat dat voor hen van belang is. Want wij zijn een sector met 125.000 werknemers, waarvan 1/3 laaggeschoolde, 1/4 minder dan 25 jaar en 20% allochtonen. Met andere woorden, wij stellen mensen te werk die elders in onze economie geen job meer vinden. Dus we moeten die overheid blijven bewerken dat zij meer maatregelen voor onze sector moeten nemen. Wel, daarom zijn we deze campagne begonnen. U vindt dat kaartje ook op uw stoel. Heel eenvoudig. Surf naar de website horecavlaanderen.be/oproep. Vink het vakje aan en vul de naam van uw zaak in. En we hopen dat we zo een paar duizend ondernemers bij elkaar kunnen brengen, waar we opnieuw naar die overheid mee kunnen gaan om te zeggen van kijk, het water staat bij een heel aantal ondernemingen aan de lippen. Alsjeblieft, overheid, ga opnieuw komen kijken om extra maatregelen te nemen. Voor al uw vragen over het Blackbox-project kunt u terecht op de website www.horecablackbox.be, op info@horeca.be of op de website www.geregistreerdkassasysteem.be.